veel mensen die toch jou ontdekt hebben via de beste zangers, hè? Ja, dat is heel leuk. En ik vind het echt vooral heel grappig als iedereen zegt van... oh, ik dacht dat je alleen maar kok was op 24 Kitchen, maar je zingt dus ook. Ik denk, ja, dat doe ik al iets van 12 jaar of zo. Nee, ja. Het is best wel leuk, ja. En voel je dat er nu echt veel veranderd is sinds de beste zangers? Is er wel... Jawel. Moet ik even zeggen, want ik ga een tournee natuurlijk. En dat gaat bijna al... De hele tour is al bijna uitverkocht. Dat gaat supergoed. En er komt heel veel op me af. Mensen die op een tv-format zeggen... wat wil je gaan maken? Ja, dus ik moet er even aan wennen. En dan denk ik van... schoenmaker blijft bij zijn lees. Dus ik wil wel dingen doen die ik echt nog wel leuk vind. En ja, dus er komt veel op me af. Ja, maar voelt het ook als erkenning in Nederland? Want ook in Azerbeidzjan, Duitsland, België... ben je toch echt al heel, heel groot. Maar zeg maar het gros van de mensen in Nederland... Ja, ik ben heel erg blij dat ik... toen ik in Nederland al begon met de muziek en zo... ik werd niet zo vaak gedraaid op de radio. Omdat ik dus heel diverse muziek maak... was ik dus niet in een hokje te stoppen. En in Nederland houden we daar heel erg van, hè? Dus heel vaak voor de radio's, voor de popradio's was ik dan te jazz. Voor de jazzradio's was ik te wereldmuziek, veel wereldmuziek. En nu wordt er zo gezegd... oh, wat leuk, hè? Het is zo veelzijdig. Denk ik, ja. Nou, nu werkt het misschien wel in mijn voordeel. Dat is wel heel erg leuk. Ja.